zondagmiddag demonstreerde de anti-dierproevencoalitie bij het gebouw van Wil Research in 's-Hertogenbosch. Met de demonstratie wil de actiegroep aandacht vragen voor de vele honden die gebruikt worden als proefdier bij het ontwikkelen van medicijnen. Nou, je moet je voorstellen, dus honden, biekenhonden, hele zachtaardige dieren, die worden dus moedwillig ziek gemaakt. Ze worden geïnjecteerd met giftige stoffen of ze krijgen dat via hun voeding binnen of ook inhalatietesten waar ze de stoffen moeten inhaleren waar ze uiteindelijk ziek van worden. Die honden zitten hier 1 maand tot 12 maanden en uiteindelijk worden ze allemaal afgemaakt omdat ze de organen willen onderzoeken. Dit zijn vandaag de dag natuurlijk moderne technieken. Je hebt zoiets als een gelaagde teststrategie waarin je verschillende alternatieven aan elkaar koppelt. En dat is een veel betere oplossing. Want uiteindelijk zijn de verschillen tussen mens en dier gewoon veel te groot. Je kunt wel iets in een muis of in een mens of in een dier testen, maar uiteindelijk weet je nog steeds niet wat het in een mens gaat doen. Dus als je echt vooruitgang wil, dan moet je overstappen op moderne technieken die er vandaag de dag voorhanden zijn. Dat is iets wat niet correct is. Waar ze zeg maar naar refereren is dat, wat wel correct is, is dat niet voor al het onderzoek dierproeven nodig zijn. En dat is ook de reden dat ons werk voor de helft bestaat uit onderzoek waarbij geen dierproeven gebruikt worden. En de andere helft waarbij dat nog steeds wel noodzakelijk is. Ja, de nieuwe technieken stellen ons in staat om dingen op een steeds meer high-tech manier uit te voeren. Zonder dat je proefdieren hoeft te gebruiken. Dat gebruiken wij ook. En zodra er meer beschikbaar komt, zullen we dat ook meer gaan gebruiken. Maar voorlopig is het zo dat de standaardtechniek ons niet in staat stelt om de onderzoeken te doen zonder proefdieren.